Dat was expres. Ik zag het. Ik zag het. Veilig, veilig. Dag lieve mensen, welkom bij een nieuwe Meet the Pro. En vandaag hebben we een hele leuke gast, namelijk Lars Oenerstal. De minst gepasseerde keeper van de Eredivisie, maar ook de eerste keeper op het YouTube kanaal van Voetbalshop. Dus, daar is hij al, dus we gaan hem even beroepen. Lars! Hey, Frank, aangenaam. Hey. Wij gaan vandaag wat challenges opnemen en wat meer over jou te weten komen. Dus ik hoop dat je zin in hebt. Ja, zeker. Leuk, gaan we beginnen. Begin. Top. Oké, Lars, voordat we het veld op gaan, eerst nog een paar stellingen. Die heb ik voor jou, dus ik ben heel benieuwd wat jij hierop gaat antwoorden. Ik blijf het gehele seizoen de minst gepasseerde keeper van de Eredivisie. Oké, ik doe zo. Ja, toch wel? Okay. Nederland is een veel leuker land dan Duitsland. Sorry. Oké, nu boze kijkers, maar vertel, wat maakt Duitsland leuker dan Nederland? Wat maakt Duitsland leuker? Ja, ik kom er vandaan, ik ben daar opgegroeid en ik hou echt van Duitsland. En ik ben heel blij om in Nederland te spelen, te voetballen. Er zijn alle leuke mensen hier, maar Duitsland, daar kom ik vandaan en daarom is het gewoon het beste land. Is maar is er wel iets aan Nederland dat je leuker vindt dan Duitsland? Leuke, ja. Ik vind gewoon dat... Het weer. Het weer, ja. Het mooie weer hier. Ook gewoon het gezellige, zeg ik maar. Enschede is een leuke stad. Enschede is een leuke stad. Daar restaurants en zo, ze zijn alle goed. En het is gewoon mooi om daar in de stad te zitten en een beetje te lunchen of dit soort dingen. En dit is, vind ik, gezelliger dan in Duitsland. Is het ook eten dat dan iets wel beter is, of valt het van mee? Ja, broodje kroket is wel lekker. Mooi, mooi. Komt even terug. Top. Met FC Twente ga ik dit jaar een gooi doen naar de landstitel. Zijn jullie titelkandidaat? Ik denk niet dat we titelkandidaat zijn. Ik denk wel dat we daarboven mee kunnen doen. Maar ik denk dat we nog iets missen om echt bovenaan te staan. Ja. Want op dit moment is Feyenoord, als we dit opnemen, is Feyenoord echt de landskampioen. Jullie hebben, of bovenaan, vorige week hebben jullie 1-1 gespeeld. Was dat niet dan een soort van maatstaaf dat jullie dachten, nou, we kunnen ons wel meten aan de nummer 1 op dit moment? Ja, zeker. We kunnen ons meten. Maar ja, het gaat niet alleen om één wedstrijd. Het gaat ook van, thuis zijn we echt goed, maar in de uitwedstrijden, daar missen we nog iets. Dan moeten we ook wedstrijden makkelijker winnen en sneller beslissen. En dat hebben we op dit moment nog niet. Oké. Okay. En wat is dan in jouw ogen dan op dit moment het hoogst haalbaar? Als het niet nummer 1 is, denk je dan wel nummer 2 moeten we halen of nummer 3? Of kijk je daar niet echt naar? Nee, daar kijk ik niet echt naar. We willen echt Europese voetbal halen. En als we dat halen, dan is het prima. Oké. Okay. Ik verkies Duitse slager boven Nederlandstalige muziek. Dat vind ik ook wel leuk. Ja? Oké, toch wel. Heb je wel iets van Nederlandse muziek? Is dat niet soms in de kleedkamer dan iets dat je hoort of zo? Ja, daar staat heel veel op. Meestal is Michel Flap de DJ. En wat zet hij op dan? Ja, een soort van alles. Echt van ook, hoe heet het dan? Nederlandse slager, heet het zo? Nederlandse slager. Of, noemen, zeker. Of andere muziek waar ik helemaal geen verstand van heb. Ja. Maar ja, het is toch wel leuke muziek. En af en toe luisteren we thuis ook gewoon naar Nederlandse muziek. Heb je wel überhaupt een favoriete artiest dat je denkt van, nou, dat kan ik altijd opzetten? Nee, heb ik echt niet. Okay. Ik luister gewoon dat wat ik wil. En of het nu rock, pop of hardcore techno is. Techno, nice. Ja, natuurlijk, ja. Ik kom ooit nog bij die Mannschaft. Je bent de minst gepasseerde doelman van Nederland natuurlijk. Eén van de minst gepasseerde van Europa. Maar je hebt Ter Stegen natuurlijk voor je. Die doet het natuurlijk ontzettend goed. Je hebt Neuer die natuurlijk al jarenlang nummer 1 is. Ja, denk je dan dat het echt wel heel lastig is om daar nog bij te komen? Ja, zeker. Je hebt nu 2 genoemd. Maar ja, je hebt ook nog Oliver Bouwman van Hoffenheim, Kevin Trapp van Frankfurt. Oh, ja. En daar zitten nog een paar meer bij die je kan noemen. Dus dit wordt... Er moet echt heel veel gebeuren dat nog een keer zou lukken. Ja. Keepershandschoenen zijn de belangrijkste attributen van een keeper.
Zeker. Zeker, ja, dat doen ze wel. Oké, want jij zit nu bij Uelsport. Ja. En hoe belangrijk zijn zij voor jou? Want dat zijn nu jouw keepershandschoenen natuurlijk van hen. Ja, ze zijn heel belangrijk. Uelsport is gewoon een merk die ook iets voor je doet. Dus als je iets hebt met handschoenen, ik weet niet, ik zeg maar, die vingers zijn niet goed. Of je wil iets veranderd hebben, dan doen ze het gewoon. Ze luisteren naar jou en binnen... Dus ze doen gepersonaliseerd. Als jij echt alleen iets anders wil, dan voeren zij dat voor je uit. Maak speciaal voor jou iets. Ja, als ik echt iets zeg van, ja, dit voelt echt niet goed voor mij, dan doen ze dit. En ja, je hebt ook... alleen één belletje en je hebt handschoenen binnen. En ja, dat is gewoon top. Je voelt gewoon dat ze echt voor jou iets doen en voor jou altijd klaarstaan. Oké, top. Ja, dit was de warming-up. Wij gaan nu gaan we even richting het veld en dan gaan we een paar testen doen en dan ga ik mezelf opnieuw voor lul zetten. Ja. We gaan wat challenges doen. Lars, hierachter zie jij een prachtige vaas. Die heb ik van mijn moeder gekregen. Dat is een hele kostbare vaas voor mij. Het leek de regie heel erg leuk dat jij van een afstand, aangezien je ook heel goed en heel ver kan gooien, dat je van een afstandje de bal gaat gooien op de vaas. Maar wij zijn heel erg benieuwd hoeveel pogingen je nodig hebt om de vaas kapot te maken. Ik ga gewoon vooral even rustig het HSC 2 kick-off blad daar gewoon even lezen. Daar is op de stoel. Dus probeer mij niet te raken en dan wens ik jou gewoon heel veel succes. In principe is dit de meest veilige situatie die ik ooit heb meegemaakt. Succes, hè? Zeker. Onthoud, vaas. Mooi. Ik ben echt een beetje... Je zegt het al mis voor je, of niet? Goal! Yes! Nee, doe het nog. Ben Ming Makelen... Die moest mis. Ja, die moest. Nu mag je los. Nu mag ik los. Kenteladvies, kop. Oeh. Gaat altijd tussendoor. Succes. Oh, kan nog even duren. Ja joh, ik zit lekker hoor. Dus... Dat was expres. Ik zag het. Ik zag het. Veilig, veilig. Ja. Ja, dit is wel mijn moeders fase. Ja, nu is die wel echt kapot. Nu is die kapot. Lars, heb je wat te zeggen tegen mijn moeder, wat je haar vaas hebt aangedaan of niet? Sorry, dat spijt me echt. Ja, porselein, ja, weet je, het is jammer, weet je. Gaan we weer terug. Nou, helaas, mijn moeder is niet blij, maar de kijkers, die kunnen we wel blij maken. Namelijk, jullie kunnen deze Uelsport handschoenen, gesigneerd door Lars, kunnen jullie winnen. Ja, sorry, ik moet je wel die pen geven inderdaad. Wat jullie moeten doen is even abonneren, like de video en reageer even onder deze video. Is Lars Oemstal de beste keeper van de Eredivisie? Ja, nee of misschien? Laat weten. En met een argument erbij, zo belangrijk.